Ape chica chucumani bami. Ape chica chucumani bami. Namaste. Ja, graag zou ik me aan jullie voor mogen stellen. Voor sommigen opnieuw mogen voorstellen, want het zit zo. Ik heb dit weekend heb ik mijn spirituele naam gekregen. Nou ja, gekregen, ik heb hem verdiend. Want spirituele namen, die verdien je. Middels fixe investeringen in weekendretreats. En ik heb mijn weekendretreats gedaan bij shamanen. Naira Chaka van Klootwijk. En nou ja, dit weekend was het zover. Dus ik ben Dragonfly. Aangenaam. Dragonfly van der Mark. Ja, niet geheel ontoevallig is Dragonfly ook mijn spirit animal in deze fase van mijn leven. Nou ja, en de libellen, de dragonfly, staan natuurlijk voor kracht, moed, intelligentie, schoonheid, transcendentie. In wezen zweeft de dragonfly tussen de vijfde dimensie en de aarde. Nou ja, ik ben een zwever. Ten voeten uit. Ja, in wezen is de dragonfly de profeet van de insectachtige. Al dan niet alle dieren. Ja. Ja. Kan je de spijker nog harder op zijn kop slaan? Ja. Ja, en in de volksmond staat libellen natuurlijk gewoon voor kankergrote vlieg met veel te kleine vleugels. Ja. En dat is iets heel anders dan konijn bijvoorbeeld. Namaste.